Hallo, super leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Anne Pauw en ik ben kinderfysiotherapeut. En ShoesMe heeft mij gevraagd om speciaal voor jullie een vlog op te nemen over kinderschoenen. Zelf heb ik mijn eigen blogkanaal naast mijn werk als kinderfysiotherapeut. En in dat blogkanaal beschrijf ik allerlei dingen over de motorische ontwikkeling, maar dus ook over lopen en wat goede schoentjes zijn. In samenwerking met ShoesMe heb ik daarvoor 2 artikelen al geschreven voor hun, waarin ik vertel over de ontwikkeling van de voeten en de ontwikkeling van het lopen. En speciaal daarvoor hebben ze mij ook een paar schoenen opgestuurd. Zodat ik jullie kan vertellen waar moeten kinderschoenen nou aan voldoen, wat zijn belangrijke dingen waar je op moet letten als je kinderschoentjes koopt. En we hebben nog een leuke winactie voor jullie. Maar daarvoor moet je even blijven kijken, want dat vertel ik aan het einde van deze video. Eerst de schoentjes. Als je schoentjes bestelt bij ShoesMe krijg je ze natuurlijk in een mooi doosje en zitten ze ook meteen in een handig tasje. Super handig. Dit is een maatje 20. En kijk nou hoe schattig zo'n doosje is. Super klein. Hier kan je ook mooi het logo van ShoesMe zien. En hier zitten een paar schoentjes. Dit zijn een paar jongensschoentjes die ik heb toegestuurd gekregen. Maar ze hebben echt allerlei leuke printjes. Maar dit was gewoon een standaard model zodat ik jullie kon laten zien waar je op moet letten. Er zit nog een stukje papier en die halen we even uit. Dit zijn eigenlijk eerste loopschoentjes. Waarom zijn dit eerste loopschoentjes? Nou, het begint eigenlijk al met dat er op de neus hier zit een rubber. En dat rubber zorgt ervoor dat als je kindje alsnog wil kruipen, dat de neus van je schoenen niet meteen helemaal kapot gaat. Dat is natuurlijk al wel heel fijn voor alle moeders, want we weten eenmaal, kinderschoenen zijn niet goedkoop. Maar waar moet het nou aan voldoen? Wat ik heel belangrijk vind, is dat je hem goed kunt aansnoeren. Hè? Dat hij goed om de voet kan zitten. Jij loopt ook niet lekker als je hele losse schoenen aan hebt, want het sloft en dat loopt ook niet lekker. Dus voor je kleintje en helemaal als je aan het leren bent om te lopen, is het belangrijk dat ze goed om de voet aansluiten. Daarnaast is het belangrijk dat het contrafoor, zo noemen we dat, de achterkant van de schoen, dat hij de hak goed omvat, zodat je kindje niet gaat schuiven in de schoen. Wat er dan namelijk gebeurt is dat je kindje bijna letterlijk naast de schoenen kan gaan lopen en niet goed ondersteund wordt door de schoen. Dan kun je ze net zo goed geen schoenen aandoen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste, of althans wat ik het allerbelangrijkste vind, is de flexibiliteit van de zool. Dit is een heel dun zooltje en daardoor is hij super flexibel. Ik kan hem met één hand helemaal dubbel vouwen. Dan zou je misschien denken, wat zonde van het schoentje, maar het is wel een hele belangrijke check die je moet doen als je schoenen koopt voor je kindje. En waarom? Je wil eigenlijk dat ze niet het gevoel hebben dat ze schoenen aan hebben. Geef je kindje een schoen aan die een hele dikke zool heeft. We kennen ze allemaal, die hele leuke, schattige, kleine sneakertjes met zo'n hele stoere, dikke zool waar wij als volwassenen ook op lopen. De kindervoetje is immers niet sterk genoeg om daarop goed af te wikkelen. Je wil eigenlijk dat het net als jij en ik goed kan afwikkelen. En hoe dikker die zool is, die kindervoetjes zijn gewoon nog niet zo sterk, hoe minder makkelijk dat gaat en hoe knulliger het er vaak ook uitziet. Kinderen struikelen vaak ook vaker op het moment dat ze dikkere zolen hebben, gewoon simpelweg omdat het een blok aan hun been is. Is jouw kindje toe aan zijn allereerste paar schoentjes? Dan moet je even goed opletten. Want wil jij kans maken op een paar eerste loopschoentjes van ShoesMe? Dat kan. Wat je moet doen is dat je naar mijn Instagram pagina gaat. Die zal ik onder deze video even linken. En daar like je de post van de schoenen. Goed kijken, de post met de afbeelding van deze schoenen. Wat je dan doet is je like mijn pagina, je like die post en je like ShoesMe op Instagram. Wij zullen onder de post zul je zien tot wanneer de actie loopt. En kun je kans maken dus op een paar hele mooie kinderschoentjes. Super leuk dat je keek naar deze video. Dankjewel. Vond je de video leuk? Doe dan even een thumbs up. Wil je niks meer missen van mijn video's? Abonneer je dan eventjes hieronder. En dankjewel voor het kijken. Doeg!